Goedemorgen en welkom bij het beursjournaal van maandag 21 september. Het Danbrak zal naar verwachting vlak van start gaan. De vlakke opening komt nadat de beurs van Tokio vandaag gesloten is, terwijl de Hang Seng aan het einde van de handelsdag op een winst van nog geen 10% staat. Daardoor lijken de beleggers vanochtend de kat uit de boom te kijken. President Sarkozy gaat een Tobin-tax op alle financiële transacties voorstellen tijdens de G20-top in Pittsburgh deze week. Een Tobin-tax is een heffing van minder dan 1% op valutatransacties. De kans is klein dat het voorstel van Sarkozy zal worden aangenomen op de top. Geen van de deelnemende landen heeft tot nu toe laten weten dat het voor een dergelijke heffing is. Afgelopen weekend zijn twee regionale Amerikaanse banken gesloten door de Federal Deposit Insurance Corporation, omdat ze niet langer aan hun verplichtingen konden voldoen. Daarmee komt het totaal aantal banken dat in de VS dit jaar ten onder zijn gegaan uit op 94. Het faillissement van de twee banken zal de Federal Deposit Insurance Corporation ongeveer $850 miljoen kosten. Maandag maakte Oncometylome in Berlijn op Europa's grootste congres over kanker de veelbelovende uitkomsten van een bloedtest voor de screening op darmkanker bekend. De evaluatie van de bloedtest loopt nog, maar het uiteindelijke doel is te zorgen voor een sensitieve, specifieke en patiëntvriendelijke optie voor screening op darmkanker. Daardoor kunnen meer gevallen vroeg gedetecteerd en met succes behandeld worden. Momenteel is het bedrijf in gesprek met diverse bedrijven over de distributierechten van de test. Wall Street is vrijdag met lichte winst gesloten nadat analisten de koersdoelen van belangrijke fondsen verhoogden. De Dow Jones sloot 0,37% hoger op 9.820 punten, terwijl de S&P met een winst van 0,26% uitkwam op 1.068 punten. De slotstand van de Nasdaq was 2.132 punten, een winst van 0,29%. Dit was het beursjournaal van maandag 21 september. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen.